Hey guys. Oh. Ik heb nog geen afscheid genomen van deze maandag. Ik heb nog geen afscheid genomen. Ik ben op weg naar mijn werk en ik ga afscheid van jullie nemen. Vergeet niet te delen, te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Ik denk dat dit weekend weer al saaie beelden zijn. Maar dat komt omdat als je relatie hebt, de hoogte dagen en minder dagen. En deze week was serieus wat minder. Oh mijn god, drama. Maar daarom dat ik ook een beetje stiller was en vaak vergat gewoon. Ik had gewoon geen zin om mijn camera boven te halen. Dus sorry voor de saaie beelden soms. Maar een nieuwe week. We zijn een nieuwe week gestart. Dus yay! En we zijn in juni bijna, ik denk. Vanuit de laatste dag. We zijn vandaag 30 mei. Nee, is 31 dagen. Dus morgen is de laatste. Dus kijk, cool. En dan zijn we in juni. En de examens waarschijnlijk voor jullie. Doet dat goed allemaal als je examens hebt. En dan. Ja. En ja. Achter juni is het groot verlof gewoon. Zo, dat vliegt gewoon de tijd. Dat is ongelooflijk. En mijn camera. Oh, ik ga dat helemaal blauwe beelden zien. Ik guys. Dat is zo stom. Maar ik moet hier afslaan. Dat hij dan ziet. Dat hij een fietser zei, want vorige keer was er een fietser en had ik hem weer omvergelegd. Ik had die echt niet gezien, ik dacht dat ik echt nog tijd had, eerlijk gezegd. Ik was echt zo precies, die had precies nog 10 meter. Ik dacht dat ze met een auto zijn, veel sneller. En nee, maar roepen. Dat wil ik niet meer meemaken. Fietsers hebben altijd voorrang. Ook al denk je dat je rappers zit met de auto's, ze hebben voorrang. En een beetje geduld. En ik had eigenlijk tijd, dus ik weet niet waarom ik aan het haasten was. Maar ik denk ook gewoon dat ik die bocht moest pakken. En je mocht op die baan 90 rijden, dus die auto's achter je die rijden redelijk snel. En als ze niet getwijfeld gezien hebben dat je aan het pinken bent, ja, dan probeer je zo rap mogelijk die bocht te pakken. Hè. Niet dat dat goed is. Niet dat dat een goede reden is om fietsers omver te rijden of om je te haasten of zo, wat dan ook. Dus ja. Maar we zijn op weg naar ons werk. En ik wist even klappen met jullie. Het is lang geleden dat we nog zo'n chit-chat hebben gedaan. Chit-chat! Shit! Chit-chat! Chit-chat gaan we niet doen. Oh, een paardje. Maar ja, het is niets bijzonders. Ik denk wel dat ik de laatste tijd een klein beetje regelmatig ben met mijn uploaden. Ik denk niet dat ik... Ja, ik ga zwijgen, want ik ben niet zeker of ik een dag heb gemist of zo. Ik moet alleen maken dat ik zo... Oeh, dat is een raar huis. Dat ik zo... upload op vaste tijdstippen of zo. Vroeger loodde ik elke zondag op om 10 uur. En dat was eigenlijk, denk ik, wel leuk om eruit te zien. Dat wisten ze wel om 10 uur is er een video. En misschien moet ik dat toch meer doen. Maar ja, ik ben ook wel blij dat ik gewoon al mijn video's upload. Maandag, dinsdag, maandag, woensdag en zondag. Dus als ik dat even kan volhouden, in plaats van mijn weer eigen dingen op te leggen, waar ik me misschien weer niet direct aan kan houden. Ik was vergeten dat relaties zo ingewikkeld zijn. En sms'jes kunnen zo, of WhatsApp-berichtjes kunnen zo verkeerd begrepen worden. En oh my god, drama. En ik hou niet van drama. Ik ben echt. Ik hou wel van drama, maar drama dat ik zelf veroorzaakt heb. Dat ik zelf kan controleren. Maar niet drama. En ik haat café. Oh my god, dit wordt een zaak gewoon. Oeh, maar het is hier wel rustig. Maar ja, het zijn examens zeker. En wel maandag. Daar is everybody naartoe. Is dat een feestdag vandaag? Ik heb er al gemist.
sag man leider mehr Dachpalise. Ist da ein bisschen passiert, dachte ich. Nur ein Porsche. Geen verboden toegang of zo. Oh. Iedereen weet dat hij niet langs hier mag rijden buiten. Ik krijg maar rood. Oh, tja, is er zo weinig vol vandaag. Amai, ik ga hier op vooruit. Dus ja. En dan ze bieden dat er helemaal omdraaien. Oh, jai, jai. Ik voel een nattigheid. Weer meer het guys. Vergeet niet te delen, te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie in de volgende video. Doei guys!